Samenwerken aan samenleven in de Noordoostpolder. Dat is onze missie als IGW. Integraal gebiedsgericht werken, oftewel IGW, is een samenwerkingsverband tussen Mercators Woondiensten, Welzijnsstichting Carrefour, politie en de gemeente Noordoostpolder. Samen pakken we zaken op die spelen in de dorpen en de wijken. Twee wijken in Emmeloord en twee dorpen krijgen extra aandacht vanuit IGW. Voor deze wijken en dorpen zijn jaarplannen opgesteld. Acties uit de jaarplannen worden in nauwe samenwerking met de dorpen en de wijken uitgevoerd. Alles om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de gemeente Noordoostpolder. Samen met IGW zijn we actief in de openbare ruimte. En in de dorpen en in de wijken is iedereen gewoon heel erg enthousiast over onze samenwerking en wat we daarmee bereiken. In Rutte is men al een poosje gestart met de werkgroep Dorpsverfraaiing. De vrijwilligers van de werkgroep zetten zich in om in het centrum van het dorp de openbare ruimte op te fleuren. IGW ondersteunt de werkgroep, evenals de groepen in Luttelgeest, Tollebeek en Nagelen. Deze werkgroep is in het leven geroepen door het dorpsbelang. Het dorpsbelang vond dat er eigenlijk wat meer initiatief genomen moest worden in opzichte van het groen, het dorp, de inrichting van het dorp. En deze hebben met elkaar besloten om de werkgroep Dorpsverfraaiing in het leven te roepen. Dorpsverfraaiing bestaat uit een negental leden. Met deze ploeg van een man of negen proberen wij het dorp, vooral het centrale dorp, het centrum, netjes te houden, mooi te maken. En deze activiteiten gaan eigenlijk het hele jaar door. We hebben in de zomerperiode sowieso het groenonderhoud. We hebben onlangs van het voorjaar de rotonde hier aangelegd. In de winter hebben we sowieso hier met de kerst een kerststal. En we verfraaien het dorp met verlichting in de winter. Het IGW was al bekend bij het dorpsbelang. Het dorpsbelang heeft ons dus geïnformeerd, de werkgroep, om contact op te nemen met het IGW. De samenwerking is bij ons heel goed verlopen. Duidelijk, directe contacten, korte lijnen. Om mensen ervoor te laten zorgen dat een dorp netjes en leuk blijft en dat men samen is. Wijkpark De Zuidert is sinds kort helemaal opgeknapt. Wethouder Andries Poppen verrichtte de officiële opening tijdens de Burendag 2012. IGW vervulde een belangrijke schakel tussen de diverse betrokken partijen en de gemeente. IGW heeft het wijkplatform als eerste geïnformeerd dat de gemeente plannen heeft om het wijkpark aan te gaan pakken. En daarmee ook aangeven van wat eigenlijk de gemeente wil in de zin van een open avond maken waar de burgers bij betrokken worden. En aansluitend ook een klankbordgroep organiseren en dat eigenlijk in de loop van de tijd monitoren en verder verlopen onderzoeken wat er allemaal gebeurt en kijken gezamenlijk tot een mooi park te kunnen komen. Nou, het wijkplatform is bij de renovatie betrokken door middel van onder andere actief deel te nemen in de klankbordgroep. Ook bij de ontwerpdiscussies met de gemeente, kijken van wat er allemaal gebeurt met de architecten erbij. Daar zijn we zeer intensief bij betrokken geweest. Daar is ook goed naar geluisterd, ook goed in samengewerkt. En daar waar nodig is IGW continu onze sparringpartner geweest om de goede kanalen ook binnen de gemeente te houden en op de correcte manier samen te werken. Nou, IGW heeft de ondersteuning eigenlijk verzorgd richting het wijkplatform door te zorgen dat zodra er vragen waren of onduidelijkheden, dat wij geholpen werden door de correcte personen, de goede personen ook binnen projectgroepen te pakken te krijgen en daar waar nodig mee te discussiëren om te helpen dat alles in een goede weg opgelost wordt zonder dat er natuurlijk scheve gezichten komen, want daar heeft niemand belang bij. Want natuurlijk, we moeten een heel mooi park hebben. Speelmaatjes is een project dat al langer loopt in Emmeloord Centrum. Doel van het project is om de kinderen in de wijk weer samen te leren spelen. Speelmaatjes draait in deze week omdat het nodig is. Want vroeger, een paar jaar geleden, was hier sprake van overlast door de kinderen. Er was altijd een groep kinderen die over de speeltuin beheersen. Een groep kinderen die niet durven op speeltuin te spelen. Vandaar dat we samen de EGW met de buurtbewoners hebben ze aan deze project begonnen. De resultaten tot nu toe van het project is dat de kinderen een begrip voor elkaar hebben. Samen, je ziet het zelf, ze spelen samen, ze hebben begrip voor elkaar, maar ook geen overlast. Weinig overlast in de buurt, een tijd geleden.
anderhalf jaar, twee jaar geleden horen we regelmatig signalen in de buurt dat niet goed gaat. Maar het gaat steeds beter. Ook heel veel enthousiaste reacties. Buurtbewoners die heel enthousiast reageren over het project zelf. Speelmaatjes is een groot succes en draait nog steeds. Per keer komen zo'n 35 kinderen gebruik maken van speelmaatjes. IGW ondersteunt speelmaatjes met financiële steun, maar praat ook met bewoners in de wijk en wisselen ideeën uit over het project. Om het sociale leven op straat te stimuleren heeft IGW in de dorpen Rutte, Luttelgeest, Tollebeek en Emmeloord zogenaamde sociosofa's geplaatst. Dorpen kunnen zelf sociosofa's vormgeven door middel van mozaïek. Tijdens de Burendag 2012 werd de sociosofa in Tollebeek officieel in gebruik genomen. Tollebeek heeft ja gezegd tegen de sociosofa omdat wij in Tollebeek eigenlijk proberen alles aan te nemen wat wij alle mogelijke aannemen om het dorp te verfraaien. En we hebben nu een stukje kunst in het dorp gehaald voor en door de Tollebekers. En dat is natuurlijk ook mooi. Je kunt kunst aankopen, maar het is echt ook gemaakt door de Tollebekers. En dat vinden we een mooi pluspunt van deze sofa. Nou, in Tollebek kunnen wij uitstekend samenwerken met het IGW. Het werkt gewoon heel plezierig. Voor ons is eigenlijk het IGW een beetje een tussenstap tussen de gemeente, tussen het gemeentehuis en tussen het dorp. En ja, we zijn allemaal vrijwilligers en dan is het gewoon handig als je een tussenstap hebt. Nou, de rol van, wat de rol is van het IGW voor het dorp is gewoon heel breed. We gebruiken ze meer om een deur open te krijgen in het gemeentehuis. Het is gewoon heel makkelijk toegankelijk op die manier om binnen het gemeentehuis binnen te komen. En nou, dat is voor een dorp heel veel waard, want ja, je wilt toch wat bereiken en dan moet je toch daar wel eens op de deur kunnen kloppen. Het IGW draagt ook heel veel dingen aan waar wij dan weer mee verder gaan. Nou ja, zoals deze sofa, ook andere dingen. En dat gaat wederzijds. We hebben ook wel eens dingen dat we zeggen van joh, hoe moeten we dat aanpakken? En de mensen van het IGW, de partners, die gaan eens even rondkijken en die informeren even. En dan komt er vrij snel ook een advies of een antwoord. Integraal gebiedsgericht werk is voor ons belangrijk omdat wij burgerparticipatie heel hoog in het vaandel hebben. Burgers moeten mee kunnen doen aan de samenleving. Daarom is IGW voor ons heel belangrijk. Spel en beweging voor jongeren is erg belangrijk. In samenwerking met de dorpen Ens, Rutte, Marknesse en Krachenburg is de werkgroep Dubbeldoel opgericht. Door de inspanning van de werkgroep zijn er in de vier genoemde dorpen 4 sportkooien gerealiseerd. De rol van IGW bij de realisering van de 4 sportkooien is vooral een coördinerende rol geweest in het begin van het project. IGW heeft de dorpen samengebracht, eerst zelfs de 10 dorpen in de polder, om te kijken of dat idee van een sportkooi een levensvatbaar was. Het idee kwam bij Rutte vandaan en uiteindelijk zijn er 4 dorpen overgebleven die aan de slag zijn gegaan met het totale aanvraag voor het LEADER-project en uiteindelijk is het LEADER-project geslaagd en zijn ze met de uitvoering begonnen. Ervaring met de rol van IGW en ook de begeleiding, die is wat ons betreft gewoon prima, goed zelfs. Want ja, je bent met 10 dorpen van hoe vinden we elkaar, maar hoe gaan we met elkaar om, hoe gaan we de zaak opzetten. Dat is door IGW en de gebiedsregisseur prima begeleid. In Ens maakt ook de plaatselijke voetbalvereniging gebruik van de sportkooi. Verlichting maakt het mogelijk om ook in de avonturen nog een balletje te trappen. Een gemeente die goed bestuurt heeft volgens mij ogen en oren nodig in de wereld om haar heen. Mensen die in contact staan met dorpsbewoners, met mensen in de wijken. En volgens mij is IGW nou juist dat wat het zo belangrijk maakt. Ogen en oren voor ons gemeentelijk beleid met kennis van de omgeving waarin ze werken. In de avonturen en in het weekend hangen veel jongeren nog wel eens rond op schoolpleinen. En dat hangen is een probleem. Nou, het onderzoek is gebleken dat er inderdaad vrij veel overlast is van jeugd op schoolpleinen. Bij die overlast zijn ook het gevolg dat er vernielingen worden gepleegd. Nou, dan moet je echt denken aan de vernielingen van het slopen van een bankje, graffiti spuiten, prullenbakken leegtrappen of kapot maken. Op basis daarvan hebben we met het IGW de afspraak gemaakt om bij elkaar te gaan zitten. En eens te brainstormen over ja, wat moeten we hier aan doen, wat kunnen we hier aan doen en wat zijn de voor- en nadelen. Carrefour, jongerenwerk zit er ook bij, welzijnswerk. Wij als politie zijnde, de jeugd
jeugdpolitie zit erbij en de contactpersonen vanuit de scholen. Met elkaar zijn we eigenlijk een werkgroep gestart om te kijken van nou, wat kunnen we doen aan de vernielingen en hoe kunnen we die overlast terugbrengen. Nou, het is wel zo dat we natuurlijk dit onderzoek, dit project een aantal maanden geleden zijn gestart. Het eindigt in het voorjaar van 2013. Pas dan kunnen we evalueren. Wat we wel zien is dat er een behoorlijke teruggang is van het aantal meldingen van jeugd. En ook dat de jeugd niet zoveel meer op de schoolplein komt. Ze zijn er wel, maar er is wel een duidelijke teruggang te merken. Dus dat is heel positief. Dus je kan wel merken dat de aanpak werkt. Niet op de zaken vooruit lopen, maar vooralsnog lijkt het de goede kant te gaan. Ja, absoluut. In Nagelen is op 15 september 2012 een arbeidsmigrantendag georganiseerd. En daar had Nagelen een goede reden voor. Wij merkten toch dat we langzamerhand steeds meer gezinnen met jonge kinderen in ons dorp kregen wonen. En ik denk dat we op dit moment al wel op een 55 adressen zitten sowieso. Waar jonge Poolse gezinnen wonen. En waar wij heel graag mee in contact willen komen. Die mensen die willen we graag welkom heten. En die willen we toch eigenlijk heel graag betrekken bij het sociale leven van Nagelen. Want Nagelen heeft toch het nodige te bieden aan die mensen. Als ik de rol van IGW bekijk, is dat zoals we eigenlijk met al onze activiteiten op dit moment met Dorpsbelang. We werken heel intensief samen met onze IGW-partners. Om dit soort onderwerpen op de kaart te zetten en daadwerkelijk vorm te geven. Ja, en daarbij komt natuurlijk ook een stukje financiële ondersteuning. En de reden dat Nagelen als prioriteitsdorp zich heeft aangemeld en dus ook is geworden, dat komt toch eigenlijk een beetje voort uit de grote problemen die wij in Nagelen al sinds jaar en dag hebben. Wij hadden best wel grote leefbaarheidsproblemen, omdat wij niet helemaal een gemiddelde samenstelling van de Nagelense bevolking hebben. We hebben behoorlijk wat kleine woningen, huurwoningen in dorp Nagelen staan. Dat trekt toch een bepaald type inwoners aan die wat minder sociaal betrokken zijn. En daardoor hebben wij eigenlijk ook de hulp ingeroepen van gemeente, van Carrefour, van politie. Nou ja, en dat is dus nou gebundeld in het IGW. En zodoende pakken we eigenlijk gezamenlijk de zaak aan in Nagelen. Maar ik denk wel degelijk dat IGW voor ons dorp, voor de leefbaarheid, een meerwaarde heeft. Sowieso omdat er natuurlijk professionele mensen meekijken. En we kunnen heel adequaat op direct. Soms heb je hele acute zaakjes waar dingetjes fout gaan. Maar we zien de verrommeling in wijken wordt toch aangepakt. En dan de ene keer is het een taak van politie. De andere keer is het de taak van gemeente of Dorpsbelang pakt het op. Maar we hebben wel iedere keer nauw contact en we signaleren dingen en pakken ze ook daadwerkelijk aan. De arbeidsmigrantendag was een succes en kan rekenen op een vervolg en zeker ook met steun vanuit IGW. Want IGW, dat staat voor Integraal Gebiedsgericht Werken, brengt mensen bij elkaar om samen te werken aan samenleven in de Noordoostpolder.